Een van de mooie producties die ik hier heb gezien op dit plein was het van het Volksopera. En een voorstelling die ging over de gentrificatie van deze buurt. Volgens mij was dit het speelveld. En hier stonden alle soorten mensen hier te kijken naar de voorstellingen en te zingen. Aan de zonzij van het IJ. 6 weken hebben ze gerepeteerd samen met buurtbewoners, dus professionals, om deze voorstelling te maken. Maar ook mensen uit Overhoeks. Dus dan kwam eigenlijk de wereld samen. Laat dat nou in een notendop haar missie zijn. Alle lagen van de bevolking door middel van kunsten met elkaar verbinden. De 48-jarige Touria Meliani probeerde dat al 5 jaar lang als directeur van de Tolhuistuin. Nu belooft ze kunstminnend Amsterdam na 7 magere jaren het tegenovergestelde. Kunstenaars hebben al hele lange tijd met heel weinig geld dingen moeten doen en zichzelf bedruipen. Dus ondernemerschap, ja, dat zit al in hun wezen, want ze hebben dat al gedaan. Maar het is juist nu noodzaak om de ruimte te geven aan kunstenaars om zich verder te ontplooien. En daar wil ik me zeker voor inzetten. Ja. En dat betekent dat er geld bij moet. Meer geld naar kunstenaars dus. En dat in een periode waarin broedplaatsen als de NDSM en ADM onder druk staan. En anderen de stad uit worden gedreven. Als het aan Meliani ligt, behoudt Amsterdam haar rauwe rand. Belangrijk voor mij is dat binnen de stadsgrenzen en binnen de ring het niet te aangehard is. Dus het is heel essentieel om hele jonge, slimme, dynamische, innovatieve makers, kunstenaars, maar ook de buurt, hè, dat die betrokken worden bij de opbouw van de stad. Dus het is heel belangrijk dat niet alleen maar buiten het centrum, maar dat je dat ook in het centrum kan krijgen. Duidelijk is in elk geval dat Meliani's hart bij kunst en cultuur ligt. Maar als wethouder neemt ze ook de portefeuille ICT voor haar rekening. Nou ja, je verdeelt de portefeuilles en deze komt bij mij terecht uiteindelijk. Ja, u zag hem bij wijze van spreken op tafel liggen en u dacht, nou, daar ga ik me heerlijk in vastbijten. Ja, maar het leven is niet alleen maar dingen doen die je leuk vindt. Je moet ook dingen doen die je niet kent. En dat ga ik doen. U gaat het maar gewoon proberen? Nou, en ik ga het gewoon doen. Ik ga me erin werken. Ik ga inlezen. En daar ga ik hard mee aan de slag. Maar vooral wil Meliani dus hoofdzakelijk de verbinder zijn op gebied van cultuur. Ik geloof niet in één verhaal. En betekent eigenlijk kwaliteit. Want je gaat werelden verbinden die anders uit elkaar groeien. We krijgen hier vernieuwing. De stad bestaat uit vernieuwing door die dingen te combineren. Van Smart Lab tot experimentele kunst. U bent overal te vinden ook? Ja. Ja, ik geloof ook dat die meerstemmigheid, die is essentieel.